Er zijn een paar orkestleden aan wie ik een paar dingen zou willen vragen. Ook aan Misha, die komt eraan, maar ook aan Mary. Mary. Ja. Never the same show twice. Ja. Kan dat? Kan dat wel? Nee, nooit. Nee, nooit. Maar hoe kan dat nou? Hoe werkt dat dan? Oh, daar komt Misha. Kom een beetje deze kant uit. Want wij altijd improviseren. En iets kan gebeuren met het publiek, met het licht, met de blaadjes, met de muziek, met de intonatie. Weet ik niet. Het is altijd... En dat is iedere avond op een ander moment? Ja. Nee, omdat ik me altijd afvraag, als je heel lang improviseert, hoe gaan er dan niet dingen op elkaar lijken? Soms wel, soms niet. Het is over improvisatie. Ik hoor Misha heel zachtjes jawel zeggen daarachter. Misschien moet ik met alleen Misha spreken. Ja, dat ga ik ook doen. Maar is het goed vol te houden dan in dit orkest? Ja, zeker. Hoe lang zit jij dan al in? Niet 42 jaar? Nee, in mei was het 10 jaar. Oh nee, 9 jaar. Okay. Was het. Ja. Ook een jubileum. Gefeliciteerd. Ik ga even omlopen naar Misha. Ja, maar ik kom wel bij jou. Ik kom wel bij jou. Of wil je graag daar staan? Oh, graag daar staan. Dan gaan we even naar het midden, Misha. Want anders ziet niemand ons achter deze lesnaar. Vind je dat goed? Springt over al die kabels. Hè? Ja, in het midden dan maar. Echt in het midden. Ja, hier. Vind je... Ja, is goed, hè, deze. Oké. Okay. Maar dan zo, wat mij betreft. Ja, ik heb eigenlijk een vraag even over het verleden. Ik heb gelezen, ook in de BIM-huisfolder, dat bij de oprichting van het ICP jullie je ook lieten inspireren door Fluxus, de beweging die het dagelijks leven tot kunst maakte. Wat was Fluxus en klopt dat verhaal? Fluxus. Het was iets door niks te zijn. Betekende helemaal niks. Fluxus, flux, een stroom. Nou ja, een stroom van alles. Poep of pis of verzinsels. Of... Maar het was een beweging van actieve kunstenaars, beeldende kunstenaars. Nou, onder andere. Maar ook niet beeldend, maar lawaaiige kunstenaars of zo. Wat deden die dan? Nou, ik speelde ongeveer zoals ik tegenwoordig ook nog steeds speel. Op de piano. Bang, bang, rankelen, de konkel. En is dat dan het principe van het dagelijks leven tot kunst maken, of klopt dat niet? Ah, ja, zeker. Dat is het. Ik, dat heb jij altijd gedaan. Ja, precies. Ik vind kunst, zodra het iets anders... pretendeert te voor te willen stellen, dan ben ik al vertrokken. Met welk vervoersmiddel dan ook. Welke vervoermiddel is dat in jouw geval? Een fiets? Vliegen, springen. Fluxus. Fluxus, kortom. Ja. Nou, dankjewel. Dat was Fluxus in de jaren 60. Ik ga even door naar een paar andere orkestleden, als jij dat goed vindt. Jaren 60 ook, ja. Fluxus. Ja. Maar voor jou nu nog steeds? Nou, ik vind... Nee, ik ben al lang niet meer Fluxus. Met dat soort van termen moet je niet al te... vaak omgaan. Ik heb het over de muziek die ik bijvoorbeeld maak of zo. Fluxus zou je kunnen zeggen, maar ik heb het liever over flauwkul. Dat is ook met een F. Ja. Dankjewel. Ik ben nog niet klaar hier. Ernst Gleren wil ik ook wat vragen. Ernst Gleren. Hoe lang zit jij al in het ISP? Ik geloof 18 jaar.
18 jaar, oké. Okay. Als je nou zo lang improviseert, hè, natuurlijk niet alleen in dit orkest, maar wel veel met dit orkest, verandert er dan iets? Ga je dat aan, pak je dat anders aan of gaat het anders klinken of voelen? Ja, dat verandert constant. Het is een... Het samenspelen is een bijzonder fenomeen. En dat behoeft aanpassingen en vernieuwingen en andere ideeën. Dus ik vind dat het constant verandert. Maar voelt het ook anders om nu te improviseren als je jezelf, als je even naar jezelf kijkt, dan 20 jaar geleden? Ja, ik denk het wel. Hoe dan? Beter. Dat is goed, dat is goed. Maar kan je het ook nog benoemen? Nou, het is dat als je ermee begint. Ik ben er altijd mee begonnen, want ik speel gewoon het liefst improviserend. Zo ben ik ook begonnen met muziek spelen. Dus dat is altijd gebleven. En met dat principe raak je meer vertrouwd. En je raakt ook meer vertrouwd met hoe andere mensen dat doen. Vooral dat dus is leerzaam. Want daar... Dus het wordt makkelijker of het gaat soepeler of wat? Je bent er niet meer zo bang voor of zoiets dergelijks? Dat laatste, je bent er niet meer zo bang voor. Je weet dat er allerlei dingen kunnen gebeuren. En dat was vroeger eng of zo? Nou niet meer? Ja, het blijft eng. Blijft eng, maar je hebt meer ervaring. Dus je kan er beter mee omgaan. Je kan er beter tegen. Je kan er beter mee omgaan, ja. Oké, dankjewel. Ik heb nog één vraag over. En die ga ik stellen aan Han Bennink. Han, kom aan deze kant hoor. Van jou komt de uitspraak dat improviseren iets is of lijkt als het oversteken van een drukke straat. En ik wil graag weten, wat gebeurt er als jij een drukke straat oversteekt? Dat weet je dus niet. Dat moet je maar afwachten. Wat kan er gebeuren? Er kan van alles gebeuren. Je kan overreden worden, er kan een bus komen. Er kan iemand op een racefiets komen, er kan een dode hond liggen. Je weet niet wat er allemaal gebeuren kan. Dat is iedere keer anders. Maar ik heb het gewoon gezegd van in het kader van improviseren. Iedereen die doet dat eigenlijk, hoewel ze ook dagelijks naar kantoor gaan. Maar er gebeurt altijd iets, maar ze zien dat niet meer. En daar word je heel handig in. Dat hebben wij met muziek. Dat is het. Het stelt verder geen reet voor verder, hoor. Ik ben het totaal met Micha eens. Flauwekul? Ja, absoluut wel. Of Fluxus? Nou ja, Fluxus... Kijk, Mie, die deed al mee aan Fluxus. En toen zat ik nog op het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs... wat naderhand de Rietveld is geworden. Op de Gabriel Metsustraat tegenover de Amerikaanse ambassade... en het kleine KLM-gebouwtje. Dat weten de mensen echt nog wel. En, maar ja, dat was... Maar Micha die is natuurlijk wat ouder. Dus Wim Schippers en Willem de Ridder en hij, die waren mij een beetje voor. Want ik stond nog steeds boven de kokende etsbak aquatintjes te maken en dat soort dingen. En toen stak er een dode hond over en toen? Dat weet je me nooit. Daar stap je overheen of je weet het niet. Je schuift hem in een oude doos. Je weet het nooit. Toch blijft het Fluxus voor mijn gevoel. Ja, misschien wel. Je ziet maar. Het maakt mij niet uit hoe je het noemt, schat. Echt niet. Oké, dankjewel, Han. Han Bennink, Micha Mengelberg, Larry Oliver, Ernst Glerum.